Beste kijkers, welkom bij mijn BNP Paribas Turbo aanbeveling in samenwerking met de aandeelhouder. En deze week neem ik u graag mee naar de dagkaart van Aalbers. Daar zien we dat al een dag of vier de bodemstampers in actie zijn om de trend intact te laten, de trend te valideren zoals het met een mooi woord heet, en de bulls daarna de gelegenheid te geven om de trend te vervolgen, te hervatten zo u wilt. En dan hebben we het over een opwaarts potentieel, niet al te groot, ruim 4% richting 47,5%. Dus een interessant plaatje voor korte termijn trendvolgende beleggers. Die zien dat de bodemstompers in actie zijn binnen de Fibo-grid, netjes boven de SMA-lijn. En de RSI doet ook een duit in het zakje door voorzichtig al op te veren vanaf de 50-lijn. De risk-reward-verhouding is niet bijster groot, maar gelet op het trendmatige beeld wel een interessante propositie voor kort op de bal spelers. Die kunnen overwegen om met een turbo long 25,8 mee te liften naar de genoemde rode streep op 47,5. Want dat is het meest waarschijnlijke scenario zolang de koers dus in de Fibo-grid blijft bewegen en uiteraard boven de SMA-lijn. Een matig hefboom, ruim 2, daarvoor zou je kunnen kiezen om te profiteren van die verwachte opleving. Help de bulls maar een handje, misschien eerst een beetje gapfill naar 47, daarna 47,5. En wie weet hebben ze dan voldoende kracht verzameld om door te stomen en een nieuwe hogere top te gaan plaatsen. Dat is van latere zorg, voor nu de opmerking dat de turbo tip, zoals ik het mag noemen, charttechnisch wordt gevoed. Morgen bij deze voortgang dan zullen we ook de swingtellen naar een plus 1 stand zien springen. En dan hebben we voldoende bewijs, tussen aanhalingstekens, dat de bulls daadwerkelijk in staat zijn om de trend intact te laten en een nieuwe impuls te geven.